Het blijft langzaam gaan en zo gaan ze een vlotte laatste kilometer eruit persen om daar een winnaar uit te halen. En Cap Paaslo lijkt de beste papieren te hebben. Jack Belly komt er nu helemaal naast. Daarachter aan de reling zei de Jay Cash, die zijn trainingsgenoot zometeen naast zich gaat krijgen. Zijn stalgenoot ook, Hellcat. Daarachter aan de relingzijde volgt Hirondina Queen. Guinness de Janeiro heeft mooi de speed kunnen besparen. En dan is de afstand ook niet zo heel zwaar als het 22 gaat. De laatste plek is voor Gibus de Ferron. Nu gaat het tempo duidelijk onder de 20. Krebas gaat naast zijn trainingsgenoot rijden. Ze liggen 1 en 2 op dit moment, stal Krebas. En daar komt de volgende tussentijd aan. 15-1. Eindelijk een volwassen tempo in deze koers. En nu gaan we op weg naar de laatste bocht. En nu gaat het gaspedaal helemaal naar beneden. Het gaspedaal van Cap Paaslo. Aan de buitenkant Jack Belly. Uit de staart van het veld probeert Guinness de Janeiro naar voren te komen. En zo gaan we de laatste bocht door. En dat is de Tjaarda-bocht. Halverwege de Tjaarda-bocht is het Cap Paaslo. Aan de buitenkant Jack Belly. Daarachter aan de relingzijde Jay Cash. Zo gaan ze de laatste bocht nu door. Laatste rechte lijn in. En Cap Paaslo is daar als eerste. Cap Paaslo, Jack Belly aan de buitenkant gaat proberen om hem aan te pakken. Cap Paaslo aan de binnenkant, Jack Belly aan de buitenzijde. Helemaal aan de buitenzijde komt Guinness de Janeiro. Het gaat tussen de twee Krebassen. Minima aan de binnenkant, Krebas aan de buitenzijde. 12-9 de laatste 500 meter. En wie wordt dan de winnaar? Op de streep is dat Cap Paaslo met een halslengte. Tweede plek is voor Jack Belly. En de derde plaats daarachter voor Guinness de Janeiro. En zag u aan de buitenkant die drie aankomen? Gibus de Ferron, die liep heel hard. Maar was laatste. En de uitslag van koers 7, de Prix Issoire Vedaké, is ongewijzigd officieel winnaar. Paard nummer 5, Cap Paaslo en Dennis Minima. En die winnen in een tijd van 1.17.7. Cap Paaslo is een 4-jarige bruinruim van Captain Crazy uit Douxoiré. Gefokt in een eigendom van Henk de Boer uit Paaslo. Trainer Bas Krebas, rijder Dennis Minima. En ze werden dus geklokt in 1.17.7. De bloemen zijn voor Dennis, die na twee overwinningen in Emmeloord ook gewoon zijn vorm doortrekt naar Wolvega. Waarbij hij dus de laatste koers wint met Cap Paaslo. Dennis, gefeliciteerd. Dat was mooi ingedeeld zo. Ja, is mooi ingedeeld. Bas ernaast, die gaat me niet aanvallen. En de rest, die ging ook niets doen. Dus ja, dan kun je heel langzaam rijden onderweg. Maar op de finish reden jullie allebei vol voor de winst. Ja, dat doen we altijd. Wij gaan nooit zitten trekken met z'n tweeën. Het maakt niet uit welke eigenaar. Al zouden ze dezelfde eigenaar zijn, dan zullen we nog rijden om te winnen. Het werd spannend, maar het scheelde toch een halve lengte. Ja, Bas moest al de proppen trekken en die heb ik niet. Dus ik moest gewoon een beetje attent houden en hij had zijn kop er wel voor. Want hoe meer druk Bas gaf onderweg, hoe attenter die werd en hoe harder die ging lopen. Dus hij had waarschijnlijk wel gewonnen als het nog 500 meter verder was. Maar het was gewoon perfect zo. Mooie strijd. De laatste keer op Vincent ging het helaas fout. Toen was hij wat van de slag. Vandaag was hij erg braaf. Ja, ik ken hem heel goed. En als je er gewoon blanco achter gaat zitten en hem niet te veel in zijn mond gaat sturen en dingen doen. Ja, dat is voor Vincent natuurlijk een probleem. Dan moet je banden starten, dan een valse start in, moet je hem terugnemen. Dat werkt niet voor hem. Daar wordt hij niet blij van. En nu ook als eerste op de auto, gelijk van het bit af en is niks aan de hand. Zag er super uit. Gefeliciteerd. Dankjewel. Mooie winst in de laatste koers in de Prix Issoire Vedaké. Paard nummer 5, Cap Paaslo en Dennis Minima. En winnen in 1.17.7. Tweede werd paard nummer 6, Jack Belly. Derde de 7, Guinness de Janeiro. Vierde de 4, Hellcat. En vijfde de 2, Jay Cash. 5, 6, 7, 4, 2 is officieel in koers 7. Cap Paaslo gaat op de foto. Onder andere zijn winnende eigenaar Henk de Boer. En dames en heren, geef ze een applaus. De winnaars van de laatste koers, Cap Paaslo en Dennis Minima.
start is gevallen. Deelnemers gaan hard van start. Ze moeten 3 volledige ronden gaan afleggen. Helemaal aan de buitenkant Kap Paaslo die naar voren snelt en de leiding graag wil hebben. Daarachter aan de relingzijde ligt Jay Cash en aan de buitenkant gaat mee naar voren Jack Belly. Kap Paaslo pakt makkelijk de kop. Jack Belly, de trainingsgenoot, blijft schuin aan de buitenkant daarachter hangen. Aan de relingzijde daarnaast ligt Jay Cash. In parkeren lukt net niet, want daar gaat Herondina Queen een stokje voor steken. En daarachter volgt dan Hellcat. Achter Hellcat Guinness de Janeiro en de laatste plek voorlopig voor Gibus du Ferrol. Kap Paaslo mag het tempo bepalen. Zal zeker niet worden aangepakt door de deelnemers schuin achter hem. Want dat is de trainingsgenoot, dat is Jack Belly. Die vindt het prima, dit tempo. 14-7 is de opening. Zo aan de paard op weg naar de volgende bocht. Kap Paaslo, daarachter op plek 2 volgt de deelnemer die goed begonnen is. Paard nummer 2, Jay Cash. En aan de buitenkant schuin erachter Jack Belly. Dan de geel-zwarte kleuren van Frank Hazeu. Zijn paard heet Herondina Queen en ligt 4e. En de 5e plek aan de buitenkant is voor Hellcat. Ze gaan de paarden de bocht door en Minima kan rustig controleren. Controleren gebeurt ook in het tweede spoor op dit moment. En zo komen de paarden in de rechte lijn voor de tribune met straks nog 2 ronden te gaan. Hier mooi ingezoomd op Hellcat. De hekkensluiter zagen we daar ook mooi in beeld. Het was Guinness de Janeiro. De volgende tussentijd komt eraan. Die is niet al te hard. Kap Paaslo loopt 22. 22-1 om precies te zijn. 2 ronden te gaan nog. Kap Paaslo. Aan de binnenkant ziet Rick Wester op het scorebord ook dat het 22 gaat. Maar ja, hij wilde wel iets aan doen, maar hij kan geen kant op. Aan de buitenkant naast hem ligt nog altijd Jack Belly. Daarachter aan de relingzijde Herondina Queen. Daarachter volgen dan de laatste 3 paarden. En zo gaan de paarden door de Z-turf bocht. Zo zijn ze op weg in de rechte lijn overzijde zometeen met nog altijd Kap Paaslo aan kop. Kap Paaslo gaat heel langzaam. Deelnemer achter hem zou eruit kunnen, maar Jay Cash. Maar dat deed hij niet en nu is het gaatje ook alweer dicht. Jack Belly komt er weer schuin naast. Daarachter Herondina Queen en daarachter aan de buitenkant volgt dan Hellcat. Tussentijd komt er weer aan. 21-5 tussen kilometer van 21-8. En het is op weg naar de volgende bocht Kap Paaslo. Die in de training zelfs de stal uit harder loopt dan dat hij nu al doet. Kap Paaslo die leidt. Daarachter op plek 2 Jay Cash, voor wie het eigenlijk veel te langzaam gaat. Dan Jack Belly, die vindt het allemaal wel prima. Daarachter aan de relingzijde Herondina Queen. Die heeft ook niet het gevoel dat het heel veel moeite kost. En aan de buitenkant daarnaast ligt Hellcat. Daarachter aan de buitenkant volgt Guinness de Janeiro. En de laatste aan de relingzijde is Gibus de Ferrol. Daniel de Kruisenaar zal ook op zijn klok kijken en denken, hoe kan het nou? Ik ga een keer naar Wolf gaan reizen, de hele weg 22. Komen voor de tribune langs, nog 1 ronde te gaan. Het zal straks ongetwijfeld wat harder gaan, maar het gaat nu 19-9. Het blijft langzaam gaan en zo gaan ze een vlotte laatste kilometer eruit persen om daar een winnaar uit te halen. En Kap Paaslo lijkt de beste papieren te hebben. Jack Belly komt er nu helemaal naast. Daarachter aan de relingzijde Jay Cash, die zijn trainingsgenoot zometeen naast zich gaat krijgen. Zijn stalgenoot ook, Hellcat. Daarachter aan de relingzijde volgt Herondina Queen. Guinness de Janeiro heeft mooi de speed kunnen besparen. En dan is de afstand ook niet zo heel zwaar als het 22 gaat. De laatste plek is voor Gibus de Ferrol. Nu gaat het tempo duidelijk onder de 20. Krebas gaat naast zijn trainingsgenoot rijden. Ze liggen 1 en 2 op dit moment, stal Krebas. En daar komt de volgende tussentijd aan. 15-1. Eindelijk een volwassen tempo in deze koers. En nu gaan we op weg naar de laatste bocht. En nu gaat het gaspedaal helemaal naar beneden. Het gaspedaal van Kap Paaslo. Aan de buitenkant Jack Belly. Uit de staart van het veld probeert Guinness de Janeiro naar voren te komen. En zo gaan we de laatste bocht door. En dat is de Tjarda-bocht. Halverwege de Tjarda-bocht is het Kap Paaslo. Aan de buitenkant Jack Belly. Daarachter aan de relingzijde Jay Cash. Zo gaan ze de laatste bocht nu door. Laatste rechte lijn in. En Kap Paaslo is daar als eerste. Kap Paaslo, Jack Belly aan de buitenkant gaat proberen om hem aan te pakken. Kap Paaslo aan de binnenkant, Jack Belly aan de buitenzijde. Helemaal aan de buitenzijde komt Guinness de Janeiro. Het gaat tussen de 2 Krebassen. Minima aan de binnenkant, Krebas aan de buitenzijde. 12-9 de laatste 500 meter. En wie wordt dan de winnaar? Op de streep is dat Kap Paaslo met een halslengte. Tweede plek is voor Jack Belly. En de derde plaats daarachter voor Guinness de Janeiro. En zag u aan de buitenkant die 3 aankomen? Gibus du Ferrol, die liep heel hard.